FC Utrecht is weer op plek 4. Is Kampong klaar voor de inhaalrace? En handbal Houten start uitstekend. Dames en heren, jongens en meisjes, een welgemeend goedenavond bij Namen en Rugnummers, het sportprogramma van RTV Utrecht. Met onze vaste analyticus Gert Kruis. Met hem praten we over FC Utrecht en alles wat daarmee te maken heeft. En we hebben Alexander Cox, die zich voorbereidt op de tweede competitiehelft. Nou hebben we dit jaar geen Tour de France. We hebben geen gedoe in de stad, dus zijn we volledig afhankelijk. We halen met Utrecht de beker en met jullie de play-offs, toch? Dat is wel de bedoeling. Ja, dan gaan we het daar straks uitgebreid over hebben. Maar Utrecht gaan we eerst mee beginnen. Want het won van Willem II en in Rotterdam verloor Feyenoord punten. En kwam niet verder dan een 1-1 tegen Rode JC. Dus FC Utrecht pakt de 4e plaats in de Eredivisie. En dit waren de meningen na afloop. Als je de hele wedstrijd ziet hoeveel kansen we gehad hebben, had het denk ik 5-6-2 kunnen zijn. Dus nee, ik had het met een heel akelig gevoel gestaan als we hier 1-1 hadden gespeeld. We komen goed op 1-0. En dan moeten we eigenlijk de voorsprong vergroten. Alleen dat laten we na. En dan een onoplettend tijdje waarbij ik mee wil doen achter de verdediging, maar eigenlijk net te laat kom. Krijgen we daardoor een penalty tegen en dan wordt het zomaar 1-1. En, dan moet je hem toch nog maar eventjes weten om te buigen. En, ik ben Ruud heel dankbaar dat hij nog de winnende maakt. Robin speelt vaak ver voor de goal. Dat doet hij heel goed. Maar goed, soms gaat het een keertje mis en dat kan gebeuren. En, maar goed, toen die 1-1 viel, wist ik dat het nog steeds onze kant kon opvallen. Dus ik was met de jongens ook bezig en, om ze op te peppen, om ze erbij te houden. En dan is het mooi dat je uiteindelijk nog die 2-1 maakt. We maakten, en dat klopt wel, technisch verkeerde keuzes. En dan zag het inderdaad af en toe wat slordig uit. Maar het was niet zo dat wij geen grip, geen controle op de wedstrijd hadden. Integendeel denk ik. Ik denk dat wij vanuit een hele goede organisatie hebben gespeeld. Willem II heeft denk ik geen kans gecreëerd. En dat is dat spreekt tegen wat jij zegt. Dat het er ongeconcentreerd uitziet. Dat was een beetje narig, Gert, na afloop. Denk je dat hij daar een reden voor had? Nee, de spanning zit altijd erop. Veel adrenaline na zo'n wedstrijd. Wat toch een moeizame overwinning was, hè. Maar ik ben het wel met de analyses eens, hoor. Want het was niet altijd goed. Er was veel strijd. Er waren veel lange ballen. Mede ingegeven misschien omdat we Boijmans in de spits hebben. Hè, dan nodigt toch wel wat meer uit tot de lange bal. Maar Utrecht, normaal gesproken, heel goed in thuiswedstrijden positiespel. Nou, dat was er niet. Het gaat nu om concentratieverlies misschien wel en slordigheid. Dat gaat toch samen? Nou ja, die slordigheid heeft misschien te maken gehad met de straffenwind en het wat slechte veld. En nogmaals blijf ik van mening dat als je met Boijmans en Allain en Barassid kort erachter speelt, dat je dan wat sneller geneigd bent om die lange bal te spelen. Ja, want we hebben hem eindelijk gezien. Het publiek heeft er weken naar uitgekeken. Dat was de driehoek voorin Boijmans. Allaire, de twee topscorers in Nederland voor Utrecht dan. En Barazit, die virtuoos daar vlak onder. Ja. Heeft het gewerkt? Het heeft uiteindelijk gewerkt, want Ruudje Boijmans, het is echt een fenomeen, Ruud. 2 goals, hij was erbij. Aan de andere kant moet Allaire nog zijn draai zien te vinden wanneer hij samen met Boijmans speelt. Ik denk wel dat Allaire wat meer loopacties in de diepte moet gaan maken. Want nu had je vaak dat Boijmans en Allaire naar de bal speelde en onzichtbaar was onze virtueus Barassid. Die amper aan de bal kwam, die toch, wanneer hij spits speelt en een vrije rol heeft, wat meer aan de bal komt. En nu op 10 was hij vrij onzichtbaar. En Boijmans is een man die vanaf de zijkanten bediend moet worden. En dan zou je zeggen, daar moet Ludwig komen in dit geval. En daar zou Ramselaar moeten komen aan de andere kant. Maar ook misschien de backs met Lijon en Van der Marel. Nee, dat is ook zo. Want met Boijmans in de ploeg moet die bediend worden. Vaak ook via de zijkant om een goede voorzet te krijgen. De tweede goal was een geweldige loopactie trouwens van Ramselaar. Dat was uiteindelijk de beslissing in de wedstrijd. Maar aan de rechterkant komt het te weinig door. Hè. De voorzetten zijn vaak niet goed. En aan de linkerkant is er een probleem. Want als je Lijon daar hebt spelen of later in de wedstrijd Van der Marel, die zijn stijf rechts en er komt er geen bal. Terwijl Ludwig een goede wedstrijd speelde, maar bij balbezit ook wel heel vaak naar binnen speelt. Dus te weinig aanvoer bij Utrecht van de flank. En, René, te weinig diepgang. Want Utrecht heeft wel heel veel spelers in deze ploeg die naar de bal toespelen. Conclusie is dat en Haller en Boijmans dus in de diepte hun arbeid moeten gaan verrichten. Anders gaat dat systeem met die drie niet werken. Nou ja,
Boijmans is een speler die naar de bal gaat spelen. En Alain moet dan de loopacties diep maken. Plus het feit dat we aan de zijkanten wel wat meer aanvoer moeten krijgen voor Ruudje Boijmans. Ja, en is het dan zo, Alexander, dat als je zo'n spits hebt die doelpunten wil maken, dat hij dan geneigd is om heel diep te gaan spelen en heel veel loopvermogen in die wedstrijd te gooien? Of is die niet zo dat dat bij het hockey ook zo is dat zo'n jonker zegt, laat mij nou maar voor die goal staan, want dan maak ik ze wel? Nou ja, Jonker is natuurlijk wel echt een spits die voor de goal levensgevaarlijk is. Okay. Maar ik vind juist dat hij ook veel aan de bal moet zijn buiten, eigenlijk buiten de cirkel, omdat hij gewoon heel veel kwaliteit heeft. Okay. Dus het is wel een target man, dat is een jongen die aan kan spelen en die zijn doelpunten maakt. En het liefste heb je dat een ploeg er omheen functioneert, maar dat werkt in het hockey niet helemaal, want je zal dat eigenlijk wel moeten verdelen. Anders wordt het te voorspelbaar. En we hebben natuurlijk geen buitenspel. Nee. Dus dat is een ander soort spelletje in die eindfase ook. Okay. Dus daar moet meer bewegelijkheid zijn. Ja. Ik denk dat je met voetbal echt een aanspeelpunt diep is denk ik anders dan bij hockey. Dat denk ik ook. We gaan het hebben over hockey. Hij heeft in ieder geval meer verstand. Nee, dat ga ik niet zeggen. Ga je weer beginnen? Ik ben zo weg. Nee. Kampong moet het vanaf komend weekend in een inhaalrace gaan doen. Want om de play-offs om de landstitel te behalen moet Kampong stijgen van de huidige plaats 7 met 19 punten naar plaats 4. En daar staat Bloemendaal op dit moment met 24 punten. Amsterdam is de koploper met 30 punten. HGC 29, Oranje-Zwart 27. En aan tafel dus Alexander Cox, de coach van Kampong. Heel veel blessures gehad, heel veel problemen. Zijn jullie er nu klaar voor? We hebben deze week nog wel nodig om daar helemaal klaar voor te zijn. Maar ja, 9 blessures hadden we de laatste wedstrijd voor de winterstop. En we zitten nu weer op een selectie van 18 man. Dus het ziet er een stuk beter uit. Je hebt weer wat te kiezen. Ja, zeker. Ja, en ook goed, we hebben in de winterstop hebben we ook een aantal jongens uit de A1... nog dichter bij Heerenveen betrokken om te zorgen dat we dat die blessures, als er blessures zouden zijn, wat makkelijker konden opvangen. Dat ze binnen ons systeem passen, binnen de groep passen. En daar ben ik ook wel heel tevreden over de afgelopen weken dat die jongens op hun manier goed aangehaakt zijn. Ja. Ze zijn weer wat breder dan dat we waren, ja. Ja. Je hebt vrijdagavond geoefend tegen HGC. Ja. Een van de concurrenten mogelijk. Ja, die staan tweede. Hoeveel punten voor op ons weet ik niet uit mijn hoofd. Ja. Maar die hebben er een stuk meer dan ons. Ja. Dus ik denk dat die gewoon de play-offs gaan halen. Maar dat was wel een mooie krachtmeting voor ons tegen zo'n team. En we vonden het leuk, want we mochten Alexander Cox zijn microfoontje omdoen en kijken naar de wijze waarop hij met die ploeg bezig is om die grote inhaalrace van Kampong nu echt te beginnen. Nou jongens, de wedstrijd is begonnen. Ja, Al is gewoon absoluut de winnaar. En hij is enorm loyaal. Hij is echt een hockeydier. Hij leeft voor het hockey. Hij is net zo gecommitteerd als zijn spelers voor het vak. Iets meer naar rechts thuis, Connie. Iets meer naar rechts. Naar rechts, Connie. Naar rechts. Zorg even dat we iets vaker die bal vanaf een kant eruit halen en de andere kant op hockey. Dankjewel. Sander ook, die zit te forceren nu door elke keer diezelfde ruimte in te lopen. Terwijl aan de andere kant bij Sjoerd ligt enorm veel ruimte. Ja. We leiden hem zo snel kwijt dat ze spelen nu elke keer de eerste paas spelen ze door ons middenveld heen. Ja. Zeker als wij balverlies leiden is de eerste paas door ons middenveld heen ook een killing nu. Dus op het moment dat jij gewoon in die balans daar blijft, hebben we in ieder geval nog een extra middenvelder die blijft hangen. Daarin moeten we ook echt de agressieve druk zetten op die balbezitters. Zeker op dit veld, want dan gaan ze foutjes maken. Dat wordt shaky dan achterin. Dus echt die agressieve druk erop. Goeie duels spelen we. Kom eronder, Ridder. Kom eronder. Naar voren, kijk naar voren. Goed zo. Onder de bal, onder de bal. Hop. Ik vind het zo onhandig. Vrije slag, rand, cirkel. 1 minuut te spelen. We gaan niet bij Payat staan. Die gooit hem binnen. En ze krijgen een corner. Stom dit. Fucking slecht tegen. Ik heb wel eens voor de grap bij jullie gezegd dat hij misschien wat diplomatieker zou mogen zijn in de media. En wat aardiger zou kunnen overkomen. Maar zoals ik zei, hij is gewoon heel erg zichzelf. En daar doe ik niet mee dat hij niet aardig is. Maar hij speelt geen spelletjes. En het mooiste wat misschien Sander de Wijn volgens mij nog zei, zegt hij laat iedereen in zijn waarde en iedereen is voor hem gelijk. Ja, dat is ook zo. Iedereen heeft natuurlijk op zijn manier, is hij wie die is. En er zit geen onderscheid in tussen die personen. Ja. Wat valt je op, Gert? Nou ja, dat hij natuurlijk, want dat kan hè, bij hockey, dat je kan doorwisselen wanneer je wilt. En in deze wedstrijd nam je even een aantal spelers apart.
om die details aan te geven. Ja, in het voetbal kan dat niet. Want dan moet je vanaf de bank gaan roepen. Of je moet wachten tot de rust. Dus dat is wel een groot verschil. En wat mooi is, precies hetzelfde als ik. Dat hij natuurlijk baalde van die fout en dat er dan gescoord wordt. Want dat herken ik, hè. Schrik je van jezelf of denk je, nee, zo ben ik? Nee, ja, nee, zo ben ik. Maar het is nog volgens mij nooit leuk om jezelf te horen. Nee? Nou ja, als ik interviews terug hoor of als ik dit soort dingen zie, dan is het altijd, ik vind het altijd raar om jezelf te zien. Maar ik schrik niet van mezelf. Wat ik wel mooi van je vind, is op het moment dat je een probleem in het veld signaleert, je een tegenmaatregel neemt, maar je hem ook uitlegt. En ja, dat ook iedereen het gevoel heeft van, oké, dat is dus de bedoeling. Die duidelijkheid, die geef je wel in één of twee zinnen. Jawel, omdat ik denk dat dat ook belangrijk is. De waarom-vraag is vaak ook een trigger. Als ze weten waarom ze iets doen, dan zullen ze meer geneigd zijn om het uit te voeren dan op het moment dat zij alleen maar een opdracht krijgen en voer het uit. Ja. Dus ik vind altijd wel dat je op dat vlak zo kort mogelijk moet uitleggen waarom we iets doen. Maar ja, Alex, dit was natuurlijk wel een oefenwedstrijd. Maar in de competitie, doe je dat dan ook? Als je tijdens die wedstrijd, je neemt een aantal beslissingen. Ga je dan ook in overleg met die jongens? Want dan zit die spanning natuurlijk wel heel erg erop. Ja, maar dit, ik nu doe aan een paar clipjes. Ik denk dat ik in de oefenwedstrijd eigenlijk wel heel veel gesproken heb. Dus in de oefenwedstrijd is terecht. Dan ga je ook wat meer, dan geef je meer input. Dan ben je wat meer met je team bezig, omdat je aan het oefenen bent. Maar nog steeds is het wel, als je een probleem hebt, moet je hem oplossen. Maar ze moeten dan wel het probleem snappen. Ja. Want anders kan je het niet oplossen. En als er iets opgelost moet worden. Dus ik vind dat wel altijd belangrijk. En zeker deze jongens, ik merk, ze willen graag weten waarom ze dingen doen. En wat de essentie is. Okay. En het is natuurlijk ook zo. Op het moment dat je weet waarom je iets doet, dan zal je het waarschijnlijk beter uitvoeren. En dat is wel de bedoeling. Ja. Je bent nu met eigenlijk een voorbereiding bezig. Terwijl je een half seizoen hebt gehad waarbin alles tegen heeft gezeten wat er maar tegen kon zitten. Je hebt je nooit verscholen achter de blessures. En je zegt, ja, daar hebben we nog maar helemaal mee te doen. Maar waartoe is Kampong nu in staat, denk je? De eerste wedstrijd zondag is wel cruciaal voor ons. Amsterdam. Het mooie is dat het gelijk een topwedstrijd is tegen een ontzettend sterke tegenstander. Kwalitatief zijn die minimaal gelijkwaardig aan ons. Als je daar een resultaat haalt, dan doen we gewoon volop mee. Daar geloof ik in. Zeker ook omdat alle ploegen bovenin ook tegen elkaar moeten spelen. Dus dan doen we gewoon vol mee voor de play-offs. Als je die wedstrijd verliest, nou, dan wordt het moeilijk. Ja. En dat weten we. Als wij mee kunnen blijven doen, en dat is wel voor ons heel belangrijk, dat we tot de laatste wedstrijd mee blijven doen, dan kunnen wij ook gewoon landskampioen worden. Ja. Zou het een enorme tegenvaller zijn dat jullie geen vierde worden, minimaal? Ja. Staat de club in brand? Nee, kijk, we hebben gelukkig nu wel de afgelopen weken hebben we ook een beetje tijd gehad om ons plekje te vinden. En dat betekent ook dat het ook wel geland is waar we nu staan. En dat we weten wat we moeten doen nu om het wel te halen. Als we het wel halen, dan nou, dan zal het voor ons ook voelen van oké, ja, daar horen we thuis. Als we het niet halen, dan weten we de oorzaken ook. Hoe ik dat uit moet leggen. Kijk, we hebben nu afgelopen 4 jaar hebben we play-offs gespeeld. Als je kijkt naar de afgelopen jaren, dat zijn altijd clubs die hem niet gehaald hebben. Amsterdam heeft vorig jaar voor het eerst weer de play-offs gespeeld. Ze zijn 2 jaar afwezig geweest. En Rotterdam heeft hem misgelopen. Zelfs OZ heeft hem misgelopen. Kijk, als wij hem een keer niet halen, dan zou het een beetje flauw zijn als de club in brand staat. Aha. Want we hebben de afgelopen 4 jaar wel gehaald. Okay. En dat betekent niet dat we het niet willen halen, want we hebben één doel en dat is kampioen worden. En dat hebben we nog steeds. Ja, haalt de druk er toch al een beetje af, hè? Ja, maar het is toch logisch dat, en terecht. Maar ja, een club als Kampong, voor iedereen, hè, wij als buitenstaanders verwachten altijd dat ze erbij zijn. Maar ja, je ziet het ook bijvoorbeeld wat er nu bij Feyenoord gebeurt. Het kan ook wel eens heel erg tegenzitten. Maar ze hebben wel een half seizoen om het goed te maken. We praten misschien zo meteen nog verder met je, Alexander. Er gebeurde meer op sportgebied. Zoals iedere week zijn wij bij de hoogte- en dieptepunten. Voor het seizoen stond handbal Houten nog in de kampioenspool. En dit jaar valt het allemaal een klein beetje tegen voor de ploeg van Hans van Dijk. Houten is veroordeeld tot de degradatiepool. En dan blijkt maar weer dat een tweede jaar Eredivisie toch altijd ietsjes moeilijker is. Houten begon vorige week met een zege tegen Lions. Nu is Hellas de tegenstander en Jarn van Gol vindt de bovenhoek. Keeper de Knecht heeft het nakijken. Hellas normaal gesproken een tegenstander die niet al te veel problemen moet opleveren. Riemen van Marcus zet Luc van Engelen vrij. En zo scoort Houten opnieuw. Het heeft een behoorlijke voorsprong, maar laat vervolgens de teugels een beetje vieren. De aanval stokt, de marge loopt terug naar 3 punten. En dan helpt dit ook niet echt. Van Marcus vanuit haast onmogelijke hoek en dan Hellas in de break. Met Starrenburg, die de bal laat aan Koster en die passeert Richard Meineke.
Maar dichterbij dan 2 punten komen de Arnhemmers niet. Houten wint met 27-25. Ja, ik denk dat we willen gewoon ongeslagen vijfde worden. Willen ver komen in de beker en dat gaan we ook wel bereiken. Maar het is soms niet makkelijk. Speelronde 14 in de eredivisie van het waterpolo. Nummer 10 ZPC Amersfoort met de witte caps tegen nummer 11 het IJ. ZPC Amersfoort in de aanval. En de treffer komt eraan van Bertolan Roes. Belangrijk voor ZPC Amersfoort dat het hele seizoen onder in de eredivisie bungelde. Maar sinds een trainerswissel wat meer punten is gaan sprokkelen. Hier komen de Amersfoorters goed weg. Maar er is ook meteen een tegenaanval in een wedstrijd. Met een veel groter klassenverschil dan de stand op de ranglijst doet vermoeden. Norbi Nagy rond af voor ZPC Amersfoort dat uiteindelijk met 19-9 wint. En de ploeg van coach Barry Wittenbens is zo goed als zeker van lijfsbehoud in de Eredivisie. Bovenkijken, play-offs gaan we niet meer halen. Dat zou dan wonder moeten gebeuren. We gaan bouwen het volgend jaar. Deze race nog even goed proberen uit te spelen. Deze laatste aantal wedstrijden en we zijn op de goede weg. De papieren van de thermometer, de tweede divisie thermometer, liggen al voor mij. Maar eerst gaan we kijken naar het voetbal. Want in de topklasse waren we bij 2 wedstrijden. Omdat gisteren de wedstrijd tussen Maghreb 90 en OJC Rosmalen werd afgelast. Dus zometeen IJsselmeervogels. Dat maar voortploetert en voortploetert. Maar we beginnen met GVVV. Dat de weg naar de tweede divisie heeft ingezet. GVVV wil 7e blijven. En treft met Scheveningen. Een ploeg die nog wat punten nodig heeft in de strijd tegen degradatie. Vorige week won Scheveningen met 3-0 van IJsselmeervogels. Dit is Peter Schoeman en de eerste mogelijkheid voor de bezoekers. Den Hartog, mooi. Marbou, vervangen van de geschorste Adnane. En dan de bal bij Pilon. Een echte GVVV-aanval. Pilon houdt overzicht. Ter Schegget. En die mikt te hoog. GVVV met rouwbanden vanwege het overlijden van Aart van Hardeveld. 92 jaar oud, eerste elftalspeler. Pilon met de kans. En die doet dat niet goed. En zo blijft het 0-0 op Panhuis. Marbou met een gelukje tot bij Van Meegdenburg. Den Hartog op Pilon. Die kan er niet bij. Maar El Moussaoui gunt hem alsnog de kans. En dat moet je niet doen met Olivier Pilon. Het is nummer 12 van het seizoen. En het is 1-0 voor GVVV. Dat is ook de ruststand. Ferry de Jong met de hoge bal namens Scheveningen. Daar zit Jansen mis. En gelukkig heeft GVVV in Bart Hulsbos de uitblinker. Hij voorkomt dat Tim Peters de gelijkmaker binnenglijdt. Danny de Leeuw. Danny de Leeuw halverwege de tweede helft vindt wie anders dan Dennis van Meegdenburg. En die schiet GVVV op 2-0. In april wordt hij 42. En dit is zijn 4e van het seizoen. Pilon. Dit is opnieuw de Leeuw. En die vindt opnieuw opa. En dan is het 3-0, is de wedstrijd beslist en is Dennis van Meegdenburg de grote man bij GVVV. John de Wolf gunt hem een applauswissel. GVVV is onderweg naar Barendrecht, over 2 weken, de grote concurrent. Ja, als we die winnen, dan slaan we een goede slag, denk ik. Dan pak je concurrentie gelijk bij de keel, dus ja, laten we dat maar doen. IJsselmeervogels wil weg van de degradatiezone. Tegen hekkensluiter Stedoco moet er gewonnen worden. Lukili bereikt El Gourari en Richie Steinman houdt ernaar onder de lat bij Stedoco, heeft geluk. El Gourari, net als Lukili in de basis. Veel schorsingen bij IJsselmeervogels. Nijmi, terug van een schorsing, vindt de supersnelle Makizodila. En de 1-0 voor de Vogels. Na 19 minuten kunnen de rooien weer eens juichen. Maar IJsselmeervogels heeft dit seizoen 1 vijand. En dat zijn dode spelmomenten. Schreuder op slag van rust met de gelijkmaker. Het is werkelijk de eerste doelpoging van Stedoco. En hij, Sander van der Heijden, wordt er gek van. Van die dode spelmomenten. Tokul dan met de hoge voorzet naar rust. En die bal die ploft dan voor Boom. En dan is het 2-1 voor Stedoco. IJsselmeervogels verloor uit ook al van de ploeg uit Hoornaar. En zal toch niet weer zo'n flater oplopen. De jacht op de gelijkmaker. Usturk, Burgerhout en nog een keer Burgerhout. Maar het mag niet voor IJsselmeervogels. Dat in de slotfase nog geluk heeft. Als Mo Faouzi door is. Maar de spits lijkt medelijden te hebben met zijn oude club. En dat hebben we zo langzamerhand allemaal. IJsselmeervogels verliest weer met 2-1 van Stedoco. Ja, Bert Kous heeft het over medelijden met de club. Gert, hoe zit dat bij jou?
Nou, ik zeg net tegen mijn collega, het is echt een geweldige club. En onvoorstelbaar. Maar dit is ploeteren. Ja, dit is ploeteren. Dit wordt een heel moeilijk verhaal. Dit is een heel moeilijk verhaal. Ja, ze staan, want we gaan kijken naar de topklasse thermometer. En die ziet er zo uit, dat gaan we nu zien. Dit is de zaterdag met GVVV op de 7e plaats. Dus in het groen, zij naar de tweede divisie. Spakenburg, 2e, weer gestegen, staan dus weer in het groen. En IJsselmeervogels, 12e en rood. Diep rood. Diep rood, ja. En dat wordt nog heel hard werk om niet rechtstreeks te degraderen, heb ik de indruk. En kijk nou eens naar die momenten dat ze doelpunten maken. Die staan hemeltje vrij. Ja, dat ziet er al wekenlang niet goed uit. Wat er wel heel goed uitziet daarentegen, om toch maar positief te blijven, is Dennis van Meegdenburg. Een fenomeen. Wordt 42 jaar. En wat hij doet, doet hij. Maar ik heb er heel veel respect voor. Respect voor Van Meegdenburg. Wij gaan naar de zondag topklasse. Jong FC Utrecht staat op de 3e plaats. Gaat naar de 2e divisie. Maar houdt uitzicht op misschien wel Jupiler League. Dan Hercules, 12e in het rood. En Maghreb, 9e, is 15e. 1 na laatste, betekent na competitie. En dus ook heel erg rood. Ik denk dat we op zondag in de tweede divisie weinig te zoeken hebben, Gert. Ja, zowel Hercules als Maghreb hebben het toch wel heel erg moeilijk in die zondag topklasse. En het zal er uiteindelijk op uitdraaien dat zij niet in die tweede divisie gaan komen. Ja. Ja. Amsterdam is de tegenstander. Wat is de kracht van Amsterdam? Ja, ze hebben aanvallend heel veel kwaliteit. Op het middenveld en voorin lopen hele goede spelers. Ze hebben een waanzinnige corner met Justin Riedrols. Mm-hmm. En het is altijd een team wat je met de rug tegen de muur kan zetten. Door het type positiespel wat ze spelen van achteruit. En op het middenveld kom je wel eens met 11 man zwaar onder de bal te staan. En daar moet je altijd wel tegen wapenen. Ja. Dan is het zo dat jij natuurlijk ook nog assistentcoach bent bij het Nederlands team. En je naar Rio gaat. In hoeverre speelt dat een rol als je gewone coach bent en assistent bondscoach bent? Want je kan ook zeggen tegen die Dwijn, nou, om ze goed in Rio te laten zijn, moeten we ze iets minder laten spelen. Ja, ja. Om ze minder te laten spelen bij de club. Ja, natuurlijk. Ja. Nee, ik geloof erin dat het NN is. Weet je, dat zijn jongens, topsporters die 7 dagen in de week met een sport bezig zijn. En ik verwacht bij de club op Kampong dat ze er alles zijn en dat ze goed zijn. En dat moet bij het Nederlands elftal ook. Ja. En een van de waarden die wij bijvoorbeeld bij Oranje ook hebben is Oranje staat op 1. En daar bedoelen we eigenlijk mee dat je als topsporter 24/7 moet leven. En dat betekent dat je moet leveren bij je club. Dat betekent dat je moet leveren in je sociale omgeving. Dat je keuzes maakt. En dat je moet leveren bij het Nederlands elftal. Ja. Dus extra rust geven ga ik zeker niet doen. Okay. In november van het afgelopen jaar was het 10 jaar geleden dat een topsporter, een nummer 4... van FC Utrecht overleed. De sportredactie van Namen en Rugnummers heeft een documentaire gemaakt over die ingrijpende gebeurtenis in 2005. En deze wordt komend weekend hier de hele dag uitgezonden, hier op RTV Utrecht. En die ziet er zo uit. David Di Tommaso achter het leer. En hij valt binnen. Prachtig doelpunt. Het was een winnaar. Bij hem stond alles in het teken van winnen. Opeens is hij gewoon weg. En iedereen voelde gewoon de pijn. David is er niet meer. We moeten helaas verder zonder jou. Maar we staan voortaan wel met z'n 12 op het veld. Want jij zou altijd bij ons zijn. De weg op Memory Lane mag u zaterdag en zondag kijken hier bij RTV Utrecht. Tot zover deze namen en rugnummers. Ik dank mijn gasten Alexander. Heel veel succes komend weekend. Gert Kruis, wij gaan op weg naar de wedstrijd tegen Feyenoord. Alles uit deze uitzending kunt u terugkijken op onze website www.rtvutrecht.nl/sport. En hoe ging het trouwens bij de radio presenteren? Ik vond het hartstikke leuk om te doen. En zaterdag ga ik, want ik heb een hele hoop verzoeknummers gekregen van mensen, dat ga ik zaterdag allemaal draaien. Zaterdag krijgen we een nieuw programma met Gert Kruis op de radio. Ik dank u voor het kijken en graag tot volgende week.